Nou, er is iemand neergeschoten. Ja. Daar ben ik wel heel erg van geschrokken, want het is gewoon precies om de hoek van mijn werk. Ik heb er 's nachts niks van gemerkt. Ik heb doorgeslapen. Maar ik hoorde het 's morgens vroeg, om een uur of 9, via de WhatsApp-groep van het gebouw. I just lived there and I woke up and then we received the news and I just looked out from my window and I saw the police cars and the forensic and everything. Na wat er gebeurt hier in deze buurt, nou ja, het is gewoon niet iets wat in de stad zou moeten thuis horen, liquidaties. And I know obviously a lot of stuff happens like this and all around the world, but like in front of your house is like, it's pretty mad shit. Het is wel een paar keer eerder gebeurd dat er gewoon onschuldige mensen ook een kogel in hun lijf kregen. Door gewoon verdwaalde kogels, zou ik maar zeggen. Dus ja, het is niet echt een fijn gevoel, nee.